die ochtend in een Vilvoorts café. Sorry dat je soepje eet. Nee, het is toch paardenvlees, hè? Ja. De Vilvoorders worden paardenfritters genoemd omdat ze inderdaad veel paard eten, veel paardenvlees eten. Van waar het precies komt is natuurlijk niet meer te achterhalen. Een feit is dat hier in 1895-96 een slachthuis werd opgericht door de overheid. Dus vanaf dat ogenblik is het gedaan met de thuisslachting door de eigen beenhouwers. En hebben we dus ook gegevens over wat hier zo allemaal geslacht werd. Bij nazicht in de gegevens heb ik kunnen vaststellen dat hier ongeveer 500 paarden per jaar werden geslacht. Wie heeft dat paardenvlees dan allemaal opgegeten? Wel, in de eerste plaats de Vilvoordenaars zelf natuurlijk, maar er zijn altijd zeer veel Brusselaars en Mechelaars op het paardenvlees afgekomen. Vilvoorde is een centrum omgeven door een landbouwgebied en dat heeft er zeker wat mee te maken. De afgeschreven paarden werden hier dan geslacht en het vlees werd verkocht. We moeten er ook rekening mee houden dat het paardenvlees eigenlijk een goedkoop vleessoort was. En het is een beetje zoals met de oesters. Hè. De oesters was ook eerst een voedsel dat alleen door de arme mensen werd gegeven. Het is pas later ontdekt door de rijkere bourgeoisie. En dat is met het paardenvlees waarschijnlijk ook zo gebeurd. Het eerste dat hier al van het paard werd gegeten was niet de fijne biefstuk, maar eigenlijk het stoofvlees. Wat is er de dag van vandaag nog van die paardencultuur in Vilvoorde? Wel, het is natuurlijk veel verminderd. De tijd dat er 4, 5 restaurants waren in de onmiddellijke omgeving van het slachthuis, namelijk de Vlaanderenstraat, de Visserstraat, de Bekkelsestraat, die is natuurlijk voorbij. Er blijven ongeveer 2 tot 3 speciaalzaken over. Er is er eentje hier dichtbij in de Groenstraat. En als het tempo van de tijd u niet kan boeien, brengt dit gejaag en dit gejacht u van de kaart. Zoek dan niet in de gracht naar oude koeien, maar luister naar het ritme van het paard. Bij ons is het nog van België. Dat wordt geslacht in andere rijen. We zijn nog de enigste die het vers paardenvlees heeft. En 2 maal per week kunt u het zien binnenkomen. 2 maal per week? 2 maal per week. Dinsdag en donderdag. En is dat nu echt zoveel gezonder dan rundvlees? Want ik heb horen vertellen, met de dioxinecrisis hadden jullie enorm veel werk ook. Ja, want aan een paard kunnen ze alles niet geven. Een paard weigert dat. Dus ze kunnen dat niet. Niks kunnen aangeven die niet. Ze kunnen daar geen vlees aan geven. Dat hetgeen dat ze gedaan hebben met de koeien, het is daarom dat dat voorgevallen is. Maar een paard die weigert dat. Ik heb er wel verschillen in, niet paardenvlees. Maar in veel verschillen. Ja. Veel verschillen. Maar het is daarom wij pakken nog dus het vers paardenvlees. En dat is wel wat zoeter van smaak als gewoon vlees. Maar goed, maar gezonder. Wij serveren alleen filet, het haasje in het Nederlands. Het beste dus? Het malste, niet noodzakelijk het beste, want dat is dan weer al een kwestie van opinie en van smaak. Wij doen het traditie in paardenvet. Hetgeen dat we gaan kopen, hetgeen dat we versnijden, vermalen, smelten en dan filteren. Dan hebben we paardenvet dat we kunnen manipuleren en daar bakken wij de biefstukjes in. Ons publiek is heel, heel gemengd. We hebben hier jonge mensen die enthousiast zijn, we hebben oudere mensen die het doen uit traditie. Veel mensen die dat doen uit smaak, maar wat er de laatste tijd natuurlijk veel aan bod komt, is het feit dat
Is het feit dat het gewoon heel gezond is. Hè? En de schouder van een schaap wordt soms verzwolgen op barbecues van Bruggeliaanse aard. Nu wordt het wat moeilijk om te volgen, maar het is nogthans in het ritme van het paard.